We beginnen met een linkse shot. Linkse jab. Links. En dan geef ik er gelijk twee. En als ik de tweede geef, maak ik een stapje bij. Dus wil ik een beetje overhand. En waarom wil ik dat? Anders loop je er recht op af. Hey? En als je daar recht op af loopt, dan krijgen jullie allemaal zijn neus als mij. En dat willen jullie niet. Dus daarom ga je er een beetje links naast. Links, links. En we doen er nu een rechtse bij. Dus links, links, rechts. Links, links, rechts. Veel de voorkant van been. Pak hem iets langer. Dat je aan de zijkant van been komt. Want het is natuurlijk de bedoeling dat we eerst al zoveel mogelijk last hebben van die loopkick. Zelf schoon ik het liefst een beetje hier, een stukje onder mijn knie. Dus niet in het midden van mijn scheenbeen. Soms zie je, dan geven ze een keiharde loopkick midden van hun scheenbeen. Met alle de filmpjes die zien op YouTube. Dan zetten ze hun voet neer en dan hebben ze hun voet hier ergens. Nee, niet zo slim. Dus schop een beetje onder je knie. Dus die scheenbeen op het hart. Dan kan het als een blok hebben, zeg maar. Dus links, links, rechts, rechts, links, hoek. Geef eerst rechts, direct. En dan een linkse turnkick op de lever. Wat zie je heel vaak? Geef ze een rechtse directe. Dan stappen ze bij en dan schoppen ze. Op het moment dat ik erbij stap, zit meteen staan dan op de koffie en dan drie keer in hun hoed. Dat is veel te veel tijd. Dan eerste maak ik die stap. Dan is tijd, dan tweede moet mijn been van veel verder komen. Dus wat wil ik? Rechts, direct. Kijk naar dit been. Ik schoot er gelijk in. Dus rechts, direct. Wat er gebeurt als ik dit doe, ik ga niet zeggen, het is niet om iemand weg te duwen. Dat is deze trap. Schoot ik hem weg. Nee. Deze trap, die heb ik in zo'n onderbuik. En als ik aan het sparren ben op de club, dan hoor ik altijd. En dan weet ik, dus hij is een liter lucht kwijt. En dan dat weet, dan hoor ik natuurlijk, als ze draaien zichzelf. Ah, bam, dan ben ik erbij. Dan kan ik maar niet. Oké, maar ga ik binnen, maar dan heb ik vroeger ook veel deed, als binnenkant binnen. Die kan je mij voet geven, die kan je mij je scheen meegeven. Als ik hem aan mijn scheen meegeef, dan schop ik hem een beetje onderuit. En dan is hij een beetje in onbalans en dan ben ik er ook weer gelijk bij. Ik vocht altijd graag vooruit. Want er is niks zo kloten als achteruit vechten. Daar word je moe van, dan word je wat stress. Probeer je vooruit vechten, dat je aan de achteruit moet. Ik geef nu rechts direct, rechts direct. Schop hem binnenkant binnen. Schop hem. Je mag er bij je voet op je scheen mee schoppen, maar jullie een beetje lekker recht. Die vrijheid heb je. Die vrijheid kijkt veel nog van de scheen. Cross is niet tegen. Nee, het is echt huh, bam, bam. Twee stomp op je leven. Je moet twee knock-outs zijn. Waarom? Stel dat op zijn nek in slaat. En dan komt er nog zo in, dan heb je zeker op laag doen. En dan komt de verrassing. Nee, maar nee. Bam. Kijk, en dan slag op. Dan twee stammen. Rechts, rechts. Kijk dan binnen. Rechts, direct. Cross. Lever, lever. Hoek. En dan komt hij, die wil ik recht vooruit. Soms doen ze hem zo. Of wat je hem ook doet, of zo. Dat is niks. Rechts, hoek. Hup, hup. Eronder. En drie terug. Dan mag je lekker ontspannen doen. We hoeven nu geen kracht te gebruiken. Dus gewoon lekker. Hup, hup. Ja, dit. En jouw lichaam recht, ja, door je knieën, draai mee. En dan komt het volgende dat er straks bij komen. Dan ga ik nog voordoen en zeggen. Dan denk ik, of jullie maar meenemen naar Nederland.